gaan springen. Hier zeg maar het geluid. Hier. Ook hieruit. Ja? Ja, volgens mij wel. Doe maar even de zijkant aan. De zijkant een knopje? Ja, waar is dat dan? En dan een hoorknopje. Ik hoor net dat het... Hallo, hallo, hallo. Oh ja, ja. En hoor je mij nu uit dat ding? Ja. Want dan gebruik ik hem wel, dan heb je daar dus gebruikt. Maar dan gaat het ook voor anderen. Goed, betekent dat we gewoon door moeten gaan? Ja, en dat dan dat we terug kunnen kijken op Facebook via Chris de Scherp. En dat is wel volledig opgenomen? Hij staat gewoon aan. Ja, ja. 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 Oké. Okay. Dus dan hoef ik ook niet opnieuw, te beginnen. Ja. Goed in de microfoon praten. Ja, dat zal ik doen. Goed. De techniek laat het afweten, althans bij één microfoon. En dus gaan we nu toch door waar we gebleven waren. En dat was dat... in het coalitieakkoord is opgenomen dat er een coalitieoverleg komt, dat de drie partijen een raadsbreed gesprek willen initiëren, aangaan over het zo goed mogelijk functioneren van de raad, maar ook de bewoners zo goed mogelijk te informeren, zodat de raad een goede afweging kan maken ten behoeve van alle inwoners van Oegstgeest. Daar was ik gewoon ongeveer gebleven. In het nadere coalitieakkoord worden vervolgens een aantal deelthema's behandeld waar ik een paar punten eruit pik. Eén daarvan is de financiën. En dat is natuurlijk van ontzettend groot belang. Eén ding is in ieder geval duidelijk, dat het onzekere tijden zijn. In de financiën, in de afspraken zijn opgenomen punten waarin gezegd wordt dat de partijen er niet voor kiezen om te bezuinigen op maatschappelijke voorzieningen. Maar wel zal er steeds kritisch worden gekeken naar de uitgaven. En ook de inwoners van Oegstgeest merken de gevolgen van de onzekerheid door corona en die willen de partijen niet te veel raken. En daarom ligt een verhoging van de OZB naast de inflatiecorrectie niet voor de hand. En het tekort op de gemeentebegroting is acceptabel. Maar de situatie is onzeker en dat betekent dat er heel veel misschien moet worden bijgestuurd. En daarvoor is ook dat genoemde coalitieoverleg ook van belang om te zorgen dat de partijen die deze coalitie ondersteunen er onderling uitkomen. En uiteindelijk moet natuurlijk dat ook volledig gedeeld worden met de raad, zodat alle raadsleden daarover kunnen spreken. Er is natuurlijk ook gesproken over het dossier De Geesten. Dat is het dossier waarop de coalitie eind juni, begin juli uiteen is gevallen. En er is sinds die crisis, zo zou je het kunnen noemen, dat uiteenvallen van het college heel veel gebeurt. En daar kan men op verschillende manieren tegen aankijken en dat wordt ook gedaan. Maar hoe men ook tegen dat uiteenvallen van het college aankijkt en hoe men ook tegen die collegecrisis, coalitiecrisis zoals je het zou kunnen noemen, aankijkt. In ieder geval is dat dossier in beweging gekomen daarna. En dat is denk ik heel erg belangrijk voor zo'n belangrijk dossier. Dat er dingen gaan gebeuren, zodanig dat er weer verdere stappen gezet kunnen worden. Wat de drie partijen hebben gezegd is dat ze die stappen inderdaad verder willen zetten. Maar dat het niet goed is dat op korte termijn twee keer van wethouder gewisseld wordt op zo'n belangrijk dossier. En dat betekent dat bij de verdeling van de portefeuilles de wethouder die het op dit moment beheert, het dossier van De Geesten zal blijven beheren. Met één uitzondering. De kwestie van Overgeest, het bouwen daar, dat zal in handen komen van de wethouder van Pro. Daar gaat het vooral over woningbouw. En bij die woningbouw er zal een haalbaarheidsonderzoek worden verricht voor de Overgeest. En als dat haalbaarheidsonderzoek is verricht, dan zal er, als het mogelijk is, gebouwd worden. En er wordt duidelijk dan rekening gehouden met de afspraken die zijn gemaakt, namelijk 25% voor sociale huur, 25% voor middeldure huur en koop. En dat moet bij deze kwestie van Overgeest absoluut zo gebeuren. Vervolgens is er, naast andere dingen, aandacht besteed aan de duurzaamheid. Heel belangrijk ook voor deze coalitie. De warmterotonde waarover gesproken wordt, daar is het college op dit moment zeer mee aan de slag. En de drie partijen steunen de inzet van het college om daar voor Oegstgeest afspraken te kunnen maken. Natuurlijk onder voorwaarden, maar wel is de positieve instelling van de drie partijen om daar afspraken te kunnen maken, zodat er ook in Oegstgeest afname zal zijn van restwarmte voor verwarming van huizen in Oegstgeest.
Dat is van belang. Daarnaast wordt natuurlijk niet worden de gedachten niet stilgezet en worden ook voor andere wijken die misschien niet op restwarmte worden verwarmd in de toekomst gekeken of er misschien andere mogelijkheden zijn om te komen tot milieuvriendelijke energiegebruik. In de lokale warmtevisie, die is afgesproken, is het van belang dat die noodzakelijke energietransitie doorgang gaat vinden. Heel belangrijk dat ook de gemeente Oegstgeest die energietransitie doormaakt. Maar daarvan vinden de drie partijen dat de betaalbaarheid van die transitie erg belangrijk is en dat dus rekening moet worden gehouden met de financiële draagkracht van de inwoners om daarmee ook het draagvlak onder de bevolking van Oegstgeest hoog te houden en stevig te laten zijn. De afspraken over de regionale energiestrategie is ook, heeft dat te maken met energie, is het doel, hoogste prioriteit, is het terugbrengen van het gebruik van fossiele energie. Uiteindelijk naar nul. Maar die energiedoelstelling wordt tegelijkertijd in samenhang gezien met andere aspecten en waarden, zoals de landschappelijke waarden, de woningbouw en de energiezekerheid. Verder heeft deze coalitie, aanstaande coalitie, gesproken over het integraal huisvestingsplan en de ruimtelijke ontwikkeling. En daarbij is dat het heel erg belangrijk is dat het integrale huisvestingsplan blijft bestaan. De meerwaarde daarvan wordt zeer gezien. Maar daarbinnen roepen de drie partijen het college op om stappen te zetten om de herhuisvesting van de Leo Kannerschool een absolute prioriteit te blijven geven. En ook de noodzakelijke voorbereidingen te treffen voor de Gevers Deuts Ter Wee school en om die zo spoedig mogelijk af te ronden. Bij de ruimtelijke ontwikkeling blijft de vastgestelde woonvisie onverkort van toepassing. Dus 25% sociale huur, 25% middeldure huur en huurkoop. En dat is het uitgangspunt bij komende projecten. Alleen bij hele kleine projecten kan daar wellicht van afgeweken worden, maar in beginsel is dat ook bij kleine projecten het uitgangspunt. 25% sociale huur, 25% middeldure huur en huurkoop. We vragen het college, zeggen de drie partijen, om ook te kijken of er een visie ontwikkeld kan worden over de positie van de maatschappelijke voorzieningen in het dorp. Dat daar een integrale visie wordt neergezet. Verder vragen ze aandacht voor de kringloopfunctie in Oegstgeest. Dat die behouden blijft, op welke manier dan ook, maar dat er in ieder geval een functie op dat terrein in Oegstgeest aanwezig blijft. En vragen zij de college te kijken en alert te zijn op wat genoemd wordt de verkamering. Dat is dat er een pand wordt gehuurd, maar het pand wordt gebruikt voor andere doelstellingen dan oorspronkelijk bedoeld. En wordt verkamerd, zodat er andere wonen dan oorspronkelijk van plan was. Dat soort verkamering is een fenomeen wat de afgelopen jaar ook in Oegstgeest is toegenomen. Dat gebeurt ook elders in Nederland. En de drie partijen roepen het college op om dat strikt in de gaten te houden en de raad daarover te informeren. Over de regionale samenwerking zeggen de drie partijen om betekenisvolle stappen te zetten met gemeenten in de Leidse regio die daarvoor openstaan, zodat er echt resultaten kunnen worden geboekt, ook binnen de gemeenschappelijke regelingen. En tenslotte staat in de bijlagen van het nieuwe coalitieakkoord de portefeuilleverdeling. Ik heb er al iets over gezegd. Ik ga het niet helemaal doornemen, maar de belangrijkste punten daarin zijn dat het dossier De Geesten, dat blijft bij de wethouder van de VVD, die dat sinds begin juli onder beheer heeft, exclusief Overgeest, dat zal bij de wethouder van Pro worden ondergebracht. Waarin de portefeuilleverdeling tot dan toe nog dossiers van verkeer en parkeren los van elkaar waren gezet, worden die nu weer bij elkaar gebracht. Zo'nzelfde operatie wordt gedaan bij Groen. Daar was beleid aan de ene kant en onderhoud uit elkaar getrokken. Dat wordt weer bij elkaar gebracht. En Groen en afval, dat wordt bij de afvalbeleid ten aanzien van afval, wordt ondergebracht bij de wethouder van Pro. De wethouders die zijn voorgesteld, die heb ik al de namen genoemd. Matthijs Huizing van de VVD, Peter Glasbreek van Pro en Jan Nieuwenhuis van het CDA. En dat is dus qua samenstelling, ik heb het eerder gezegd, maar ik weet niet of dat overkwam door de techniek,
van technische fouten van zo net. Dit college is wat de samenstelling dus gelijk aan het college tot eind juni. Maar door die nadere afspraken die ik net kort heb aangestipt en door iets te verschuiven in de portefeuilleverdeling is er alle vertrouwen in bij de drie partijen om een frisse en nieuwe start te maken. Dat gezegd zijnde wil ik dit nadere coalitieakkoord, wat door de drie partijen is gemaakt, en het is netjes gedrukt, aan de drie fractievoorzitters aanbieden, waarna ik tenslotte nog een woordje zal zeggen om mensen te bedanken. Maar hier gaat het, ik moet het zo doen, kun je zien, het zo doorgeven, we mogen het niet aanraken, geloof ik. Alsjeblieft. Gefeliciteerd, drie partijen, dat is gelukt. En daar ben ik echt heel erg trots op. Want de drie partijen zijn echt over hun eigen schaduw heen gesprongen. En elkaar hebben elkaar de hand gereikt om in Oesgeest weer een volledige coalitie die kan steunen op een meerderheid te creëren. Zodat het bestuur van Oesgeest weer voluit ter hand kan worden genomen. Ik dank ze daar zeer voor, want dat is in deze tijden soms niet altijd even makkelijk. Maar ze hebben dat gedaan en ze hebben elkaar de hand gereikt. Figuurlijk dan, hè? Want we spreken in coronatijden natuurlijk af dat we elkaar juist niet de hand schudden. Toch wil ik ook alle raadsleden bedanken. En niet alleen de raadsleden die ik aan tafel heb gehad in de gesprekken, maar eigenlijk alle raadsleden in Oesgeest voor de tijd en energie die zij naast hun reguliere werkzaamheden willen besteden aan de publieke zaak. Zonder hen kan een lokale democratie niet bestaan. Daar heb ik grote waardering voor. Alle zes fracties zijn bereid geweest om in delegaties met mij te spreken. En ook de andere betrokkenen dank ik voor de bereidheid tot gesprekken die ze met mij hebben gedaan. De drie fracties die uiteindelijk het akkoord hebben gesloten. Het enige akkoord waarvan ze zeiden dat is eigenlijk het enige wat echt serieus kon worden onderzocht. Dat heb ik geconcludeerd. Dat is nu gelukt. Die drie fracties ben ik zeer erkentelijk. Maar ook de drie wethouders die beoogd zijn om in het nieuwe college zitting te nemen, dank ik voor hun bereidheid om dat te willen doen. En ik dank de twee nu zittende wethouders op dit moment voor het op zich nemen van de extra taken van de afgelopen twee maanden. Dat hebben ze toch maar ineens plots erbij gekregen even gedaan. En dat past denk ik ook een waardering voor. En tenslotte dank ik alle mensen van de ambtelijke ondersteuning die mij hebben bijgestaan. In die korte tijd hebben zij enorm veel werk verzet. Ik dank hun zeer en ik feliciteer de coalitie, aanstaande coalitie, met het resultaat. Dan wil ik nu de gelegenheid geven tot het stellen van vragen aan mensen hier achter de tafel door de vertegenwoordigers van de media. Dat kunt u nu doen in deze setting. Als dat achter de rug is of als er geen behoefte aan is, dan kan ik de vergadering nu sluiten. En dan kunt u de mensen individueel benaderen om eventuele vragen te stellen. Is er behoefte aan het vanuit de media om in deze setting vragen te stellen? Ja, ik wil het even zo doen. Oké. Okay. We zitten nu 2,5 maand na het begin van de crisis weer in met dezelfde samenstelling aan tafel. Vanuit die situatie gezien van je eindigt eigenlijk waar je begonnen bent. Hoe zou je dan de crisis kwalificeren? Ik heb zelf een beetje de indruk om te zeggen, het is een bedrijfsongevalletje. Ook mede door al dat gedigitaal vergaderen, waarvan we nu 2,5 maand nodig gehad hebben om de plooien weer een beetje glad te strijken. Is dat ook uw visie of jullie visie allemaal? Ik weet het niet. Nou, ik zou de term bedrijfsongeval niet zelf gebruiken, maar corona speelt wel een rol. Dat heeft absoluut niet geholpen, want je hebt naast de formele vergadering die je altijd hebt, heb je natuurlijk ook altijd informele settings die helpen bij het verder komen bij de besluitvorming. En dat was door corona minder makkelijk. Maar het belangrijkste is dat de drie partijen tot aan eind juni eigenlijk heel goed met elkaar samenwerkten. Waarop dat dossier de geesten op een gegeven moment dus echt een verschil van mening ontstond over hoe dat zou moeten worden opgelost binnen de coalitie. Nou, dat was zo groot, dat verschil van mening, dat uiteindelijk de coalitie uiteenviel. Nou, dan ontstaat er een situatie dat er iets nieuws moet gebeuren. Er is over onderhandeld.
En die onderhandelingen hebben uiteindelijk in de tweede fase, toen ik zelf ook informateur was, heb ik dat mee kunnen maken, hebben geleid tot nieuwe afspraken. En dan noem ik het ook een nieuwe en frisse start. Het is dus niet terug naar vroeger, het is een herstart, zou je kunnen zeggen een reset met zijn nieuwe afspraken, waardoor er voldoende vertrouwen is ontstaan tussen de drie partijen die voor eind juni ook al goed met elkaar samenwerkten. Maar niet op het punt van de geesten. Ik begrijp dat de afspraak die er ligt gewoon is dat het bestemmingsplan, inclusief het amendement waarin dus de wijzigingsbevoegdheid bij de gemeenteraad gelegd wordt, dat die gewoon in stand blijft. En dat betekent dus dat het punt waarop de wethouder 2,5 maand geleden is afgetreden, nu gewoon nog steeds boven water. Daar is niks in veranderd, voor zover ik kan zien. Nou, wat veranderd is, dat probeer ik zo net aan te geven, dat het uiteenvallen van het college op zich, dat noem ik maar de coalitiecrisis, mm-hmm. Het uiteenvallen van het college op zich heeft bewerkstelligd dat er in dat dossier van de geesten dingen zijn veranderd, waardoor er nu dingen mogelijk zijn die daarvoor niet mogelijk zijn. En er zijn verdere besprekingen geweest. De wethouder Huizing heeft dat voortgezet. En dat is bij elkaar, leidt dat tot zo'n situatie dat op basis van wat er nu in het akkoord staat, dat lijkt op de oude situatie, maar er is bij de partij beweging gekomen waardoor er nu wel uit te komen valt. En toen op dat moment niet. En dat moet ik dat zo interpreteren dat doordat de gemeenteraad gewoon de hakken in het zand gezet heeft richting de ontwikkelaar, gewoon gezegd van, joh, het is zoals het is en mooier wordt het niet voor jou, dat daardoor de ontwikkelaar door de bocht gegaan is? Nou, ik weet niet of dat de hak in het zand van de gemeenteraad is. Die crisis, zoals ik hem noemde, de coalitiecrisis, dus dat uiteindelijke uiteenvallen van de coalitie, bewerkstellig heeft dat daar iets is gaan schuiven, waardoor er nu dingen mogelijk zijn. Ja, maar kunt u dat wat concreter maken? Wat is er gaan schuiven bij wie? Nee, dat kan ik niet, want daar zit ik niet bij. Die onderhandelingen die lopen, maar die zijn zodanig dat er nu vertrouwen bestaat bij de drie partijen, dat er op basis van wat er in het akkoord, in het nadere coalitieakkoord staat, verder gewerkt kan worden en stappen gezet kunnen worden. U zegt dat het niet handig is om het dossier van de geesten een beetje heen en weer te gaan zitten pingpongen. En daarom dat het niet handig is dat het weer teruggaat naar wethouder Glasbeek. Kun je het ook zo zien dat wethouder Glasbeek niet bereikt heeft wat wethouder Huizing wel bereikt heeft? En dat het daarom ook om die reden niet handig is dat het weer teruggaat naar de wethouder die... Hoe zeg ik dat netjes? die dus niet bereikt heeft dat de ontwikkelaar akkoord ging met de wijzigingsbehoeften bij de raad. En een ander punt, op het moment dat je als wethouder je aftreedt op een dossier waar de afspraken 2,5 maand later nog gewoon zijn zoals ze waren, het een beetje ongeloofwaardig is om daar dan weer de portefeuillehouder van te worden. Is dat ook een onderdeel wat wellicht meegespeeld heeft? Nee, de overweging is echt dat je... het is een heel belangrijk dossier. En de overweging is echt dat je noodgedwongen door het uiteenvallen van de coalitie moest er gewisseld worden van wethouder. Mm-hmm. En om dan binnen 2 maanden op dat belangrijke dossier, terwijl de besprekingen lopen, opnieuw te wisselen van wethouder, dat vonden de drie partijen niet verstandig. En dat heeft niks te maken met de kwaliteiten van de personen. Ze zijn beide sterke wethouders. Ze zijn beide goed thuis in het dossier. Maar om in het belang van dat dossier, om de voortgang niet te vertragen, is een extra wissel. Werd onverstandig gevonden. Dat was noodzakelijkerwijs al na de uiteenvallen van de coalitie. En waarom zou je dat nu opnieuw weer een keer doen? Ja? Een ander onderwerp, het onderlinge vertrouwen, dat was nogal beschadigd, en dan zeg ik volgens mij vriendelijk, na de crisis van 2,5 maand geleden. Er is nu afgesproken, we gaan wat vaker gezellig met elkaar aan tafel zitten. Hoe is het gelukt om dat vertrouwen weer een beetje te herstellen? En dat is... Eigenlijk een vraag ook aan de drie fractieleiders, want dat was niet echt gezellig meer.
En nu weer wel. Wat is er gebeurd? Hoe hebben jullie dat geflikt? Dat is misschien wel heel leerzaam. Wil een van de fractie... Hebben het Jan. Ja, tijdens een ruzie is het nooit zo gezellig, hè? Dat, is, dat zie je vaker. En dat gold hier ook. Ja, wat helpt is dat de tijd eroverheen gaat. Dat je met elkaar gewoon dingen bespreekbaar maakt. We hebben in het proces van de gesprekken zijn veel dingen besproken, uitgesproken. Er zijn nadere afspraken gemaakt. Die geven het vertrouwen dat je de goede samenwerking die je al hebt gehad in de afgelopen jaren, waardoor je dingen hebt weten te bereiken, dat je die ook weer voort kunt zetten. Dat je als het ware over die ruzie die er was, weer heen kunt stappen en met veel vertrouwen weer door kunt gaan. En dat is denk ik goed dat dat zo is gelopen. Ja? Ja, nou, ik vind eigenlijk van de andere drie ook wel, van de andere twee ook wel. Want het CDA zat altijd een beetje in de redelijk in de comfortabele stoel. Dus, Nou, zit hij nog steeds hoor. Ja. Zijn comfortabele stoelen. Maar Melanie zit ook in een comfortabele stoel misschien. Ja, nou allereerst dank dat u er allen bent. Ik denk dat het inderdaad eerder deze avond gezegd is dat, wat was het, juni, dat we eigenlijk met z'n allen in een impasse beland waren. Die voor ons er ook toe heeft geleid om te zeggen, nou op deze manier kunnen we niet door. Maar vanuit Pro is er natuurlijk wel altijd gezegd, wij zijn een partij die niet de verantwoordelijkheid uit de weg gaat. En ja, in het begin hebben we gezegd, het lijkt ons niet logisch dat we het weer gaan proberen. Maar uiteindelijk, toen het ons werd gevraagd, of eigenlijk toen wij zagen dat het moment daar was om onze verantwoordelijkheid te nemen, hebben we gezegd, we stellen een informateur aan. In dit geval is dat Ruud geworden, dus ik neem ook even een moment om hem bij deze te bedanken voor al zijn harde werk en inspanningen, want uiteraard deed hij dit ook vanuit zijn verantwoordelijkheidsgevoel voor de gemeente Oegstgeest. Dus daar ben ik heel blij mee. Het is inderdaad, denk ik, het juiste woord. Het woord reset. Hè, dus het is niet, wat zei iemand, oude wijn in nieuwe zakken. Zo is het echt niet. We hebben goed gepraat over wat er is gebeurd. Daar is ook echt een speciale bijeenkomst voor geweest. Daar hebben, denk ik, alle partijen hun visie hierop kunnen laten zien. En er is ook gezegd, op sommige punten worden het waarschijnlijk nooit eens over hoe het is gegaan, maar we accepteren dat. We maken nieuwe afspraken over hoe we met elkaar omgaan. En dat heeft er bij alle partijen toe geleid dat we zeggen, ja, we vertrouwen erin dat op basis van deze afspraken het nu weer gaat functioneren. En we hebben ook nadere afspraken gemaakt die wat ons betreft heel belangrijk zijn voor dit dorp. Nou, Ruud heeft ze ook al genoemd, hè. Bijvoorbeeld, we gaan niet in deze tijden bezuinigen op maatschappelijke voorzieningen. We gaan serieus allemaal uitdragen dat de energietransitie belangrijk is en sneller moet gaan functioneren. We hebben voor de geesten gezegd, die zaken die al essentieel waren, blijven essentieel. Het groen moet zo snel mogelijk worden bestendigd. De leeuwkannen moet worden opgeleverd. Overgeest moet ook voor doelgroepen die momenteel moeite hebben om in Oegstgeest te huisvesten een plekje gaan bieden. Dus wat dat betreft denken wij, ja, er zijn nieuwe afspraken gemaakt. Ja, we hebben uitgepraat wat er is gebeurd. Ja, dit akkoord levert iets op voor Oegstgeest wat er niet zou zijn als wij dit niet zouden doen. Dus wat dat betreft hebben wij er vertrouwen in. En wat voor ons ook belangrijk is, en dat staat ook aan het begin, dat er ook afspraken zijn niet alleen over hoe we met elkaar omgaan, maar ook hoe we omgaan met inwoners en met de rest van de raad. Dat is, denk ik, vanuit ons de interpretatie. Dankjewel. Sven. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, kijk, er zijn al veel goede dingen gezegd en daar herken ik mij volledig in. Kijk, sinds 2018 hebben we altijd goed samengewerkt tot recent voor de zomer. Dat is een feit. Zo ervaren wij dat ook als VVD. We hebben ook veel zaken bereikt in die tussentijd. En ja, op één belangrijk punt hadden we een duidelijk meningsverschil. Daar hebben we elkaar tijdens de rustige zomermaanden, maar niet voor iedereen, hebben we elkaar daar goed over gesproken. We hebben zaken uitgesproken en we hebben ook vastgesteld dat op een aantal punten blijven we dat meningsverschil houden.
Dat is ook niet gek, want goed, je ziet hier drie partijen met drie verschillende achtergronden. Ja, en op een aantal onderdelen hou je een verschil. Dat is ook niet erg als je op een gegeven moment ook maar weer elkaar weet te vinden. Ook in de gedachte dat er ook een hoger belang is. En dat is het belang van Oegstgeest en haar inwoners. En dat heeft wel geprevaleerd. Dat is echt, hebben we elkaar echt in kunnen vinden. Door dat op één te zetten. En het stond al op één, maar weer nadrukkelijk dat hogere belang voor ogen te krijgen. Dat dit dorp gebaat is bij een voltallig goed bestuur. Een coalitie bestaande uit drie partijen die kunnen bogen op meerderheid in deze gemeenteraad. En die combinatie moet ervoor zorgen dat Oegstgeest weer goed bestuurd kan worden voor de zaak waarvoor we staan. En dat is uiteindelijk de hoofdreden geweest om te zeggen, oké, we hebben goed samengewerkt, we hebben op één punt een goed meningsverschil, maar dit is even het hogere belang en we staan voor nog een aantal opgaven. En vandaar dat we hier ook weer vanavond met z'n drieën zitten. Oké, zijn er nog andere vragen van de kant van de media? Nee? Dan dank ik u allen zeer. Dank heb ik al uitgesproken aan de betrokkenen, maar dank ook voor de aanwezigen die vanavond hier zijn gekomen. Dank ook voor degenen die thuis hebben gekeken, soms met geluid, soms zonder geluid. Maar het coalitieakkoord, naderakkoord, dat is ook op de website zal dat komen. Het is al gestuurd naar alle raadsleden inmiddels. Om 8:30 al, die kunnen dat ook allemaal lezen. En er is natuurlijk ook een hele mooie versie in druk verschenen, zodat u het ook nog eens na kan kijken. Ik sluit nu de vergadering en ik nodig u allen uit een drankje uit de wagen te halen, of anders gewoon met elkaar te verstaan, maar wel op 1,5 meter. Dank je wel. Mag ik nog een nieuwe foto? Een foto? Ja.